Yo gasten, een hele goede dag allemaal. En hier met vandaag gewoon een vlog. Een vlog. Gewoon een vlog. Een videolog. Gewoon een vlog van mij. En ik dacht, ik ga jullie eventjes bijpraten over mijn kanaal. Wat er allemaal aan de hand is. Want er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Ik bedoel, jullie hebben vast heel veel verschillende dingen zien gebeuren op mijn kanaal. Jullie hebben een verwisseling gezien van content. Ik ben van Call of Duty naar hele random dingen gegaan. Zoals Minecraft, zoals Gmod. En ook andere dingen. En ook wel weer af en toe Call of Duty, zoals gisteren. Gewoon een random Call of Duty video. I don't know why, maar ik had gewoon zin om eventjes Call of Duty te doen. Call of Duty zal niet verdwijnen van mijn kanaal. Maar het zal niet de basis zijn van mijn kanaal. Het zal gewoon omgegooid gaan worden zoals ik nu aan het omgooien ben. Ik heb het al een hele lange tijd aangekondigd dat ik het ga omgooien. En nu ben ik het ook daadwerkelijk aan het omgooien. Call of Duty is gewoon niet meer mijn kanaal. Mijn kanaal is echt divers. Ik upload verschillende dingen. Dat kan inderdaad een Gmod zijn. Dat kan inderdaad een Minecraft zijn. Maar ook gewoon af en toe een vlog zoals nu. Af en toe een Call of Duty video als ik daar zin in heb. Dat verschilt echt per keer. Dus dat is super random. Ik heb een nieuwe banner. Ik heb een nieuw logo. Omdat ik gewoon geen algemeen Call of Duty kanaal ben. Niet meer ben. Ik moet nog wel mijn intro veranderen. Want nou ja, mijn intro is nog wel Call of Duty based. Maar die hou ik voor momenteel nog. Maar ik moet eventjes wachten tot er een nieuwe intro gemaakt is voor mij. En dan kan ik die gaan gebruiken. Dus daar ben ik eventjes op aan het wachten. Daarnaast ga ik een nieuwe PC kopen. Jazeker, ik ga een nieuwe PC kopen. Omdat de PC die ik nu heb gewoon te lang erover doet, wil ik alles bijbenen. Ik bedoel, ik heb meegedaan met Dus David, met Wie is de Mol. Zulke opnames moeten we zelf ook opnemen. Dat zijn opnames van 50 minuten soms wel. Als ik die moet renderen op mijn vaste PC, dan duurt dat minimaal 3 à 4 uur. Daarna moet ik die bestanden uploaden, wat nogmaals 1 à 2 uur duurt. Dus dan ben ik gewoon 6 uur bezig met een droog bestand gewoon. Hè. Dat is gewoon een droog bestand die ik zo moet gaan renderen, die ik zo moet gaan uploaden. En dat duurt gewoon lang. En al helemaal als ik 3 opnames op 1 dag heb van Wie is de Mol, dan moet ik dat gewoon allemaal 's nachts doen. En dan gaat er heel veel tijd in zitten. Daarnaast heb ik dagelijkse day, waar ik tegenwoordig 3 tot 5 video's per week moet leveren. Daar wil ik dagelijkse day survival, wil ik minimaal 4 à 5 keer in de week. Maar dat lukt niet altijd, omdat ik daarnaast ook de DHD fight heb. En het renderen op mijn PC duurt gewoon super lang. Als ik die droge bestanden heb van Minecraft, dan moet ik die eerst losrenderen op mijn PC, omdat ik alleen maar met fraps op kan nemen. Want OBS gaat mijn computer van laggen, want zo'n goede PC heb ik momenteel niet. Dan gaat OBS laggen, dus dan wordt het niet één bestand. Heb ik fraps, zijn het allemaal losse bestanden. Moet ik de webcam los opnemen op mijn laptop, want als ik die op mijn PC opneem, dan lukt het gewoon niet. Dan gaat het hartstikke hard laggen. En zelfs tijdens de opname is er al misschien een minime lag. Daarna, als ik het hele bestand dus heb gerenderd, wat ook 3 à 4 uurtjes duurt meestal voor een DHD survival, moet ik het op mijn laptop gaan gooien. Dan moet ik het renderen met facecam en met muziek eronder en zo. Zorgen dat alles goed is qua geluiden en zo. En dan gaat er weer 1 à 2 uur in zitten. En dat is gewoon lang. En als ik een nieuwe PC koop, degene die ik in gedachten heb, dan dat is trouwens echt de beste PC, maar dan gaat het renderen zo superveel sneller. Dan kan ik opnemen met OBS, omdat die PC dat wel kan dragen. Die PC kan games als Battlefield, Call of Duty, kan die gewoon op de PC opnemen met OBS. En dan is het gewoon één bestand. Dan heb ik tegelijkertijd één bestand. Renderen van een 15 minuten Minecraft video zoals DHD Survival duurt dan maar 20 minuutjes. Dus dan kan ik er makkelijk 5 op één dag uploaden en renderen. En 's nachts upload ik dan gewoon alles, bedoel ik. Dan neem ik alles gewoon overdag op, render ik het overdag en upload ik 's nachts. En dan wordt het echt super chill, want dan kan ik makkelijk 5 video's in de week op dagelijkse day uploaden. Kan ik makkelijk meedoen met Wie is de Mol van David en dan kan ik diezelfde dag alles renderen. En dan kan ik nog op mijn eigen kanaal 2 à 3 video's op een dag uploaden, wat super chill is. Dus daar ga ik voor. En dat wil ik ook gewoon gaan doen. En dan zal het echt allerlei random dingen zijn. Ik heb nog een Far Cry 3 liggen die ik op deze PC niet kan spelen, maar wel op de PC die ik van plan ben om te gaan halen. Dus dan kan ik dat op die PC in ieder geval doen. Wat super chill is, want dan kan ik ook Far Cry uploaden. Opnames van een kwartiertje, renderen 20 minuten en uploaden. Hoppakee, bats, klaar. Ik wil weer beginnen met Minecraft Skyblock Survival. Misschien solo kan ik dat gaan doen. Dat lijkt me wel dope om te doen, want ik wil toch iets van Minecraft Survival erin hebben. Ook al heb ik de DHD server Survival, ook op DHD. Daarnaast wil ik gewoon random dingen in Minecraft gaan uploaden, zoals Yennava Castle Defense op de DDG server. Ik heb gehoord dat op de DDG server Manticore weer terugkomt. Dat wil ik weer gaan uploaden, want dat is super dope om te doen. Dat heb ik vroeger ook gedaan. En dat wil ik dan ook weer gaan uploaden, want opnames die duren dan
veel korter om te renderen. Dus dat is super chill. En daarnaast wil ik ook gewoon natuurlijk af en toe een Call of Duty videootje, af en toe een random vlog. En dan kan ik gewoon makkelijk aan 2-3 video's per dag komen. Ook voor dagelijks HD gewoon 5-6 video's in de week daar uploaden. Dat is allemaal super chill, super dope. En dan gaat het allemaal veel beter. Maar dat is eigenlijk wel wat er een beetje gaat veranderen op mijn kanaal. Meer uploads als ik mijn nieuwe PC heb, wat super chill is. Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren, of dat ik hem heb. Kan een week zijn, kan 2 weken zijn, kan 3 weken zijn. I do not know. Maar als die er is, dan merken jullie dat wel in de uploads. Ja, dus mij lijkt het in ieder geval super dope. En dan nog iets. Ik ben gestopt met roken. Sinds nu is kijken wanneer neem ik dit op. Ik neem dit op dinsdag. Dit zal woensdag online zijn. Dus dan ben ik voor de derde dag gestopt met roken. En karma is een bitch. Ook al snap ik niet dat karma daar aanwezig kan zijn. Want ik ben gestopt met roken, wat iets goeds is. En in dezelfde dag dat ik gestopt ben, dus gisteren voor mij, dus dat is op maandag. Als jullie dit kijken, is het 2 dagen terug voor jullie. Maar op diezelfde dag dat ik gestopt ben, gaat echt alles kut. Binnen 10 minuten stoot ik mijn fucking kleine teen tegen de tafel, wat verrekte veel pijn doet. Meteen daarna gaat er een wondje op mijn knie, die gaat open, waardoor mijn knie weer aan het bloeien is, wat fucking irritant is. Dus dan moet ik weer oppassen, weer even moeilijk lopen, want het bloed, dus oppassen dat het niet tegen kleding komt en dit en dat en voorzichtig en deppen en dit en dat. En vervolgens stoot ik mijn fucking kop, dat zien jullie hier zo, dit wondje. Ja, dit wondje dat ik hier zo heb. Ah, dat wondje. Ja, ik stoot mijn kop en nog niet zo klein beetje ook. Dus dat is allemaal binnen 10 minuten gebeurd, die 3 dingen gewoon hè. Dus I don't know waarom dat zo is, ik bedoel... Ik ben gestopt met roken, wat iets positiefs is. En dan gebeuren er allemaal klote dingen. I don't know wat het is, maar in ieder geval ben ik gestopt, dus dat is positief. Maar goed jongens, dit was een soort van update vlogje. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En binnenkort hoop ik dus meer te gaan uploaden op mijn eigen kanaal. Als ik mijn nieuwe PC heb, wat super dope zal zijn. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En adios!